Je kijkt nu naar een video van BouwPC. We gaan je vandaag leren hoe je je eigen computer bouwt. Deze video gaat uitdrukkelijk niet over welke componenten je moet kiezen. Daarvoor stellen wij op onze site elke maand een aantal adviezen samen. Die vind je op de link die onderin het beeld staat. Er is een duidelijk verschil tussen de matenbehuizingen. Je ziet hier een micro-ATX-kast en een ATX-kast. Vandaag bouwen we een systeem in de ATX-kast. Je kunt de tutorial ook gebruiken bij andere formaten, maar dan zal het er net iets anders uitzien. Een doorsnee computer bestaat uit de volgende onderdelen. Een processor, een moederbord, geheugen, een voeding, een processorkoeler, een videokaart, een harde schijf of SSD, een optische drive en een behuizing. Toch hoeven deze onderdelen niet allemaal aanwezig te zijn. Een losse videokaart is tegenwoordig alleen nog maar nodig voor gaming en beeldbewerking. Als je processor of moederbord een geïntegreerde videochip heeft en je moederbord uitgangen voor die videochip heeft, heb je niet per se een losse videokaart nodig. Voordat we beginnen met het bouwen van deze computer, willen we onze sponsors Corsair en MSI hartelijk bedanken. We beginnen met het moederbord. Naast de geheugensloten zit een socket, waar de processor in moet. Soms zit er nog een plastic dummy op de socket, die kun je makkelijk afhalen. Maak het socketklepje open door het hendeltje naar beneden, opzij en omhoog te schuiven. Lijn het gele hoekje dat op de processor zit uit met het afgeronde hoekje op de socket. Laat de processor erin vallen. Zorg ervoor dat hij niet scheef zit, want dan gaat het fout. Maak het klepje dan op dezelfde manier weer dicht. Dit is een AMD moederbord. Hier gaat het net wat anders. Je lijnt de processor hetzelfde uit als op de Intel. Hier zie je vier gaten in je moederbord. Het zijn de gaten waar de processorkoeler op komt te zitten. Het kan zijn dat je een processorkoeler gebruikt die een backplate nodig heeft, zoals de onze. Deze koelpasta zorgt voor de warmteoverdracht tussen de processor en de koeler. Bij vrijwel alle koelers wordt koelpasta meegeleverd. Let goed op of je koeler niet al een prefab laagje op het koeloppervlak heeft zitten. Maar ook gebruik zonder koelpasta gaat gegarandeerd voor problemen zorgen. Als je koelpasta moet aanbrengen, doe je dit door een kleine hoeveelheid op de processor te spuiten en de koeler te plaatsen. De druk zorgt er vanzelf voor dat de koelpasta zich zal verspreiden. Uitsmeren wordt soms geadviseerd, maar gezien de luchtbubbels raden wij dat niet aan. Meer informatie over het plaatsen van je processorkoeler vind je in de handleiding van je processorkoeler. Pak die er zeker even bij, want de manier van monteren kan flink verschillen. Sluit de ventilatoren aan op de CPU fan connectors op je moederbord. Die vind je vrijwel altijd in de directe omgeving van de socket. Nu zijn de processor en het processorkoeler geïnstalleerd op je moederbord. Het is tijd voor het geheugen. Klik de juiste geheugensloten open. Als je twee geheugenmodules gebruikt, moet je meestal de sloten A1 en B1 gebruiken. Met vier modules gebruik je de sloten A1, A2, B1 en B2. Check dit voor de zekerheid nog even in de handleiding van je moederbord. Duw de geheugenmodules er met behoorlijk wat kracht in, zodat de vergrendelingen aan de zijkant vanzelf weer dichtspringen. We pakken nu de kast erbij om het moederbord te installeren. Om het moederbord te installeren moet je de afstandsbusjes monteren. Om een kortsluiting te voorkomen moet er ruimte zijn tussen de motherboard tray en je moederbord zelf. Kijk goed waar de schroefgaten op het moederbord zitten en schroef de afstandsbusjes in de moederbord tray. Bij sommige behuizingen zijn de afstandsbusjes al geïnstalleerd. Controleer ook dan of alles wel klopt. Eén afstandsbusje te weinig of te veel kan voor problemen zorgen. Bij je moederbord krijg je een IO-paneel, waardoor de aansluitingen aan de achterkant van je computer tevoorschijn komen. Dit kun je vastklikken in het gat dat daarvoor is bestemd.
Zonder IO-paneel komt er veel meer stof in je PC en dat willen we natuurlijk niet hebben. Bij moederbord is het IO-paneel verschillend. Let dus ook goed op bij het monteren, want nieuwe IO-panelen zijn vaak moeilijk te krijgen. Nu is het tijd om je moederbord goed uit te lijnen met je IO-paneel en de afstandbusjes in de motherboard tray en hem in je kast te leggen. Je moet nu door alle afstandbusjes een schroef schroeven. Alle schroeven vind je uiteraard in de doos van je componenten. Soms worden schroeven dubbel meegeleverd en kun je kiezen tussen de exemplaren van bijvoorbeeld je behuizing en je moederbord. Als het maar vast zit. Een systeem moet geen videokaarten hebben om goed te kunnen werken. Tegenwoordig hebben de meeste processors een geïntegreerde GPU waarmee je prima YouTube filmpjes kunt bekijken. Lekker game kun je hiermee niet en daarom kiezen veel computerbouwers voor een losse videokaart. Haal het beschermkapje aan de achterkant van je computer weg door te schroeven of bij sommige behuizingen een toolless systeem te gebruiken. Klik de videokaart vast in het PCI Express X16 slot. Schroef de schroef nu weer terug zodat je videokaart goed vast zit. Mocht je nog een aparte geluidskaart, netwerkkaart, tv-kaart of welke andere insteekkaart dan ook willen gebruiken, kun je die op dezelfde manier installeren en juist gesloten. Tegenwoordig worden alle harde schijven en SSD's aangesloten via SATA. Onze behuizing maakt gebruik van een klikvast en schijf-erin systeem. Bij andere behuizingen gaat het met schroeven of op een andere manier. SSD's zijn vaak 2,5 inch groot. Sommige behuizingen bieden hiervoor aparte drivebase, anders kun je de vaak meegeleverde bracket gebruiken om je 2,5 inch SSD en een 3,5 inch drivebase te monteren. De kabel sluiten we straks aan. Haal het frontpaneeltje waar je DVD-brander of Blu-ray-brander moet komen weg door te duwen of zoals bij onze behuizing aan een lipje te trekken. Dit werkt precies hetzelfde voor andere 5,25 inch apparaten, zoals eventuele fancontrollers of andere gadgets die je in zo'n 5,25 inch bay kunt stoppen. Schuif het 5,25 inch device in de bay, vrijwel altijd via de voorkant en klik, schuif of schroef het vast. Sommige behuizingen beschikken over 3,5 inch externe bays, waar je bijvoorbeeld floppy stations of kaartlezen in kunt stoppen. Deze installeer je op dezelfde manier. Nu wordt het tijd om de voeding te installeren. Wij maken gebruik van een behuizing waarin de voeding onderin wordt geplaatst, maar vaak is dat net bovenin. De manier van monteren verschilt nauwelijks. Onze voeding is een zogenaamde modulaire voeding, wat wil zeggen dat alle kabels los kunnen. Dat is handig voor je kabelmanagement, zodat je geen onnodige kabels rond hebt slingeren. Zet de voeding op de juiste plek en schroef hem via de achterkant van je behuizing vast met de 4 schroeven. Nu is het tijd om de kabels aan te sluiten. De behuizing die wij gebruiken heeft talloze gaten voor kabelmanagement, zodat de boel er netjes uitziet en er tevens een betere airflow mogelijk is. Sluit de 24 pins ATX stroomconnector aan op je moederbord. Deze kabel is uiteraard afkomstig van je voeding. Sommige videokaarten vereisen 1, 2 of zelfs 3 extra stroomconnectors. Dit is vooral bij high-end videokaarten het geval. Sluit de benodigde 6 pins of 8 pins stroomconnectors aan op de videokaart. Sluit ook de stroomconnector voor je processor aan, die vind je vrijwel altijd naast de socket. In dit geval kunnen we de SATA-kabels mooi wegwerken via de open ruimte aan de rechterzijkant van de behuizing. In ieder geval sluiten wat grotere SATA-stroomkabels aan op je voeding en je SSD's en harde schijven. En wat minder grote SATA-datakabels op je opslagmedia en je moederbord. DVD-branders sluit je vaak op dezelfde manier aan. Toch nog iets niet aangesloten? Kijk goed of de connectors overeenkomen met iets dat we eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld een SATA-aansluiting. Sluit die dan op dezelfde manier aan. Sommige insteekkaarten vereisen extra stroom via een zogenaamde Molex-connector. Een connector met 4 dikke pinnen naast elkaar op je voeding. Ook die sluit je aan als je dat moet doen. Een vervelend klusje is het installeren van alle aansluitingen voor het frontpaneel. Denk aan de ledjes op je behuizing, power- en resetknoppen en een eventuele frontspeaker. Sommige fabrikanten leveren handige connectors mee, zodat we alles rustig kunnen aansluiten en de boel dan pas in de behuizing hoeven te steken. Bij andere moederbordfabrikanten moet je alle mini-connectortjes los aansluiten op je moederbord. Dat is even vervelend, omdat de pinnetjes ongelooflijk dicht op elkaar zitten. Check hiervoor de handleiding van je moederbord. Vergeet ook niet je case fan en andere frontpanel aansluitingen zoals de USB en de headset en microfoonconnectors aan te sluiten op je moederbord. Ook hiervoor raadpleeg je je handleiding. Je kunt de zijpanelen weer dicht doen.
Sluit alle kabels aan op de achterkant van je PC. Denk aan je toetsenbord, muis, monitoren, geluid en andere USB-apparaten. Vergeet natuurlijk ook niet de 230 volt stekker voor je voeding. Zet je computer voor de eerste keer aan en installeer Windows. Dit was een video van Bouwen PC. Bekijk onze website en abonneer op ons kanaal.